Een hele goede middag, lieve vrienden. En welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corine en de Bezemboel. Daar zijn jullie gewoon weer bij aanbeland. Het is vandaag donderdag 10 oktober. En het is 13:27 en ze zeggen dat het 14 graden is. Ik ben al met een meisje zat geweest en ik was nauwelijks binnen. Kwam onze Willy eraan. Hi schat. Hi. Koud hè? Is fris. Ja, het is fris. Er is niks aan. Nee, er is echt niks aan. Gelukkig is het droog. Nog wel. Nog wel, ja. Het heeft wel gespoeld vanochtend en vannacht. Dat weet ik wel. Nou, dat weet ik. Ja, ik ben nog door wakker geweest. Ik begon ineens te kletteren tegen mijn ruit aan. Dat wil je niet weten. Ik denk, wat is dit? Dan dacht ik eerst. Ik denk, is dat nou hagel of zo? Even kijken. Maar nee, het was gewoon regen. Maar in ieder geval, ja, we zitten nog even aan de koffie en dat moet kunnen. De computer is uit, want ja, ik krijg bezoek. Ja, heel erg leuk. Dus dat komt allemaal goed en ik zou zeggen, geniet gewoon ook verder van jullie dag. Schijnt de zon niet bij jullie, nou wees dan zelf het zonnetje. Geef warme stralen uit en dan komt alles goed, mag ik hopen. En ja, op Facebook loopt het heel erg stroef allemaal. Ik moet wederom weer gaan zoeken naar een nieuwe beheerster voor mijn groep, de 50+. Maar ik heb ook andere beheerders nodig voor de andere groepen. Dus ja, wie meldt zich vrijwillig aan? Ik heb er al wel weer eentje. En daar zal ik vandaag mee in gesprek gaan. Dus dat komt helemaal, hopelijk, wel goed. En dus, nou, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze en tot later. Hé, jonge dame. Jij komt niet uit Suriname. Nee. En daar zit er nog een, die wil weer eruit, denk ik. Je krijgt zo eerst eten. Ja, echt wel. Maar ook hebben we weer visite. Hallootjes. Hallo. Gezellig weer op bezoek. Jazeker. En wat voor bezoek? Jouw verjaardag. Kom je een klein beetje vieren. Ja. Ja, want je was 3 oktober jarig. Ja, ja. En dan komen we wel hier gezellig verjaardag vieren. Juist, inderdaad. En ja, natuurlijk is meneer meegekomen. Tuurlijk. Hè? Tuurlijk. We gaan niet alleen de hart op. Dus, maar in ieder geval, we gaan er een gezellige boel van maken. Maar we gaan ook eerst even wat anders doen. Deze twee lieve schatten gaan van mij even een boodschapje doen. En ik ga de meisjes uitlaten. Waar is die ander? Die is voorloos. Daar. Oh. Hey, kleine meid. Want ook, dat moet wel gedaan worden. En dat gaat wel door allemaal. Zeker. Of niet? Ja, ja. Zeker. Maar nog zie je er moe uit, maar wel blij. Ja, zeker. Ja, ze heeft gewerkt, lieve vrienden. Ja, en als je werken moet, dan word je moe, hè? Ja, ja, zeker. Echt wel. Ja? Die wou ook wat zeggen. Ja, die ging ook even wat vertellen. Wat moet je? Ja, ik zal zo in je bakkie kijken of er nog in zit. Als er nog in zit, krijg je lekker niks. Nee. Dus... Wat moet jij? Ik hoorde jou ook rammelen. Nee, is allemaal weer goed. Mooi zo. We houden gewoon voor goede moed. Toch? Ja. Ja. Zeker. Zeker, de hypotheker. Mm. Maar we worden niet gesponsord. Nee, jammer, hè? Ja. Ik wou dat ik wel gesponsord zou willen kunnen worden door wie dan ook. Precies. Juist. Maar oké, wij gaan genieten. En geniet gewoon een beetje met ons mee. Ja. Doei doei. Nou, doei doei.
Zo, lieve vrienden, ja, het is alweer hartstikke laat. Het is 2:59. Ja, dus het is alweer 3 uur geweest in de nacht. Dat we gaan lekker een beetje toe. Want ik ben heel erg moe. Maar ik zat helemaal vol drukte gehad vandaag. Dus ja, vandaar. En een hoop gebeurd, een hoop gedaan. Ik moet, ja, wat ben ik nou vergeten? De poort op slot te doen. Kan ik dat ook nog doen? Ja, dat moet ik wel doen voordat ik naar bed toe ga. Mijn excuus, maar ook ik moet wel eens schapen, net zoals iedereen. Ja. Ook ben ik nog lang niet klaar om een fatsoenlijke beheerder, beheerster te vinden voor de 50+. Ik had gehoopt dat Harme dat zou gaan doen, maar noppeniendo. Maar nou is het verder zoeken. En er heeft ook wel een man zich aangemeld, maar daar voel ik me toch niet echt fijn bij. Nee. Ik ben wel op Facebook met een bevriend, maar ja, dat ben ik met zoveel. Maar om nou te zeggen, als ik ze hier al tegen zou komen, dat ik dan mijn vriend zou raken, nou noppeniendo. Dat doen we dus mooi niet. En ja, zo ook met ook andere dingen gebeurd op Facebook. Dus ja, ook daar ben ik druk mee geweest. Ik heb mijn spel even gedaan om mijn hoofd leeg te maken. En even op YouTube gezeten, dus ja. En dat dus. Ik heb geen vlog in elkaar gezet. Komt morgen wel weer. Zo, mijn excuus voor de zoveelste keer. Maar ja, dan kunnen jullie zien hoe ik ben als ik moe ben. Ja. Hoe laat ik vandaag uit mijn bed komen, weet ik ook niet. Dat zien we wel weer. En dat boeit me ook lekker niet. Even een dag aan mezelf denken weer. Ja. De hele week al druk, 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 druk. Kikkepoe. Die ligt daar lekker in het mandje. En die ligt lekker op de bank. Allemaal kunnen, ja. En ook een hele fijne, liefdevolle avond gehad met Joyce en met, ik vergeet iedere keer zijn naam, Nelson, oh jee. En het is zo'n lieve jongen. Oh, godje dikkie doosje, ja. Ik zoek Nelson volgens mij. We hebben toch ook de bak gehad, dat zo heette Nelson, weet ik veel. Nelson. Ik weet het allemaal niet meer, maar in ieder geval. Dat allemaal, een hele leuke dag. En ook kwam er vanmiddag nog iemand onverwachts langs die, ja, die meneer heet Adam. En die kwam weer even verder mij helpen met wat nodig gedaan moest worden. Dus ja, mijn computer geeft geen herrie meer. Ben ik even blij? Ja. Die bromde als ik hem aandeed, moest ik hem weer uitschakelen. Dan moest ik hem eerst laten warm draaien en dan weer uitdoen en dan weer opnieuw aan. En dan wordt hij stiller. Maar nou is hij helemaal stil. Lijkt wel een nieuwe. Ja, ik ben er zo blij mee. Maar in ieder geval, ja, dat was wel fijn. Maar in ieder geval, nu voor nu zeg ik welterusten, slaap lekker. Met mooie dromen, uiteraard. Morgen gezond weer uit jullie bed zien te komen. En jullie weten het. God die houdt over ons allemaal de wacht. Daarom zeg ik graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei doei.